Vitesse en Heerenveen hebben zaterdag ieder een punt overgehouden aan deze ontmoeting. Door ingrijpen van de videoscheidsrechter na een overtreding kreeg Heerenveen een penalty en veranderde de stand van 3-1 in 2-2. Wij spraken na afloop met Rationel Margaret, Vitesse-speler, en trainer Leonid Slutsky. Hoe zuur is deze 2-2? Ja, 2-2 is sowieso zuur. We speelden een goede wedstrijd. Ja, begin stonden we 0-1 achter, 1-1. Toen speelden we gewoon goed. Toen kwam de 2-1, 3-1, dus werd helaas afgekeurd. Dat is gewoon jammer. Dat is gewoon zuur, ja. Heeft het VAR-moment Vitesse genekt vandaag? Ja, denk het wel. Het is sowieso teleurstellend dat hij daar naartoe moet. Ik geef wel een beetje spanning, maar het is gewoon zuur. Geen woorden voor me. Hoe zag jij dit moment? Ik zag het moment eigenlijk niet. Ik dacht wel van, hè, wat gebeurt er nou? Maar ik zag het niet meer. In de 55e minuut mocht je invallen. Hoe vond je dat? Ja, ik vond het natuurlijk mooi om in te vallen. We stonden voor, dus ja, ik voelde me vrij. Je voelde je fijn? Ja, gewoon qua, ja. Zeker. De minuten die je gespeeld hebt, voel je je daar ook fijn bij? Ja, zeker. Zeker, ja. Maar goed, hoe was de stemming na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer? Ja, sowieso. De boys waren teleurgesteld. En ik kon het niet geloven. It's very difficult to explain the situation because it was first time in my career when you celebrated win, almost win, because 87 minutes, result 3-1. But finally you played draw, and I think VAR system needs to improve a little bit because, of course, with this machine, machine doesn't... Without heart? Yes, without heart, but for players, for coaches, with this very difficult time, with this new experience, and very difficult to explain something in this situation. You are disappointed today? Yes, too serious disappointed. Then you reckon on 3 points. It was 3-1? No, we celebrated win today, and finally with this only draw.